Dames en heren, aan ouders zeg ik, wil je je kinderen sterken om straks hun weg te vinden in een wereld die steeds chaotischer wordt? Vergeet dan niet de opvoeding aan te vullen met een luidruchtige verdediging van de democratie. Als ik dat in een zaal zeg, dan zie ik al die verbaasde gezichten. Hoezo democratie? Daar leven we in. Dat is net de gevaarlijke idee. Dat is de gevaarlijke tevredenheid, waarin wij veel te veel jongeren tegenkomen, die blijkbaar begrepen hebben dat hoe het loopt een soort nullijn is, een soort verworven recht. En als je maar op de nul zit, dan is alles wat je rond jou ziet vatbaar voor kritiek, voor negatieve opmerkingen, voor negatieve berichten. Mensen zoeken een dak boven hun hoofd. Vroeger was dat de religie die nog zei wat goed en kwaad was. Vandaag kan het van alles zijn en dus ook de mening van een psychiater. Er is vandaag geen middelpunt meer. Alles is multi, met vele mensen op elkaar. Diversiteit in vele dingen, maar vooral in meningen. En wie daar bang van wordt, wie dat stressvol vindt te leven vandaag, riskeert zich terug te trekken in huis, tuin en mijn mening en mijn gewoonte. En het land daar rond wordt alleen nog met kritiek bekeken. Het moet zich aanpassen en een variant worden van mijn ik-beeld. Daar worden mensen concurrenten. Moet ik jouw gezondheidskosten dragen? Moet ik iets voor jouw armoede doen, waar je zomaar uit kan als je dat zou willen? En gelukkig heb ik een betere ziekteverzekering dan jij. Dat is het gevaar als we privégezelligheid tot dictaat maken en geen reden meer zien om ons in te zetten voor wat in de wereld gebeurt. Jongeren die niets van die verbreding horen, groeien op in een wensdemocratie. Ja, ja, gelijkheid voor iedereen en wie zich daarvoor inzet, die kan gelijk meelopen met de rest. Je moet je gewoon inzetten. De grens tussen theorie en waarheid vervaagt. Gelijkheid. We worden ongelijk geboren. En zelfs dat zijn we het niet allemaal over eens. Het enige waarin we gelijk zijn, is dat we elk anders zijn. En dus vertelt de ouder zijn kind hoe dat hij steun geeft aan een samenleving die tekorten wil corrigeren. Het is uiteindelijk zoals we geboren zijn. We hadden ook in die baarmoeder kunnen blijven zitten. Het zouden ons moeders geen plezier gedaan hebben. We zijn er uitgeperst naar de wereld toe, met zijn drukte en het onbekende. Ga, zegt het leven, en leer dat complexe lief hebben. Werkend met ouders met kwetsbare kinderen, werkend met ouders die zelf kwetsbare ouders werden door hun leven met kinderen, zien we mensen die veel vroeger dan de meesten filosofisch moeten leven. Hoe moet je leven met wat je overkomt en dat je niet gekozen hebt? Het is ook een ethisch thema, want het gaat over hoe leef je samen? Hoe leef je samen als de pech, als het verdriet, als de kwetsuur je getroffen heeft? Zij ontmoeten veel vroeger wat wij allemaal moeten ontmoeten. Hoe doen we dat, samenleven? Moeilijk in opvoeden vandaag is net dat complexe. Je kan moeilijk nog één norm stellen die in alle omstandigheden opgaat. We zijn tegen geweld, maar was de oorlog in Joegoslavië gestopt zonder tussenkomst van Europese legers? Hoe gaat het in Syrië vergaan, in Palestina? En openen we wel de ogen voor de oorlog onder ons, in deze stad, geldt voor cocaïne, voor maffia, voor wapenhandel, mensenhandel. We omheinen mensen vandaag terug met termen als daklozen, illegale, armen. Wij menen dat we geen kampen maken. De kampen zijn te vinden aan onze stations. En durven we zeggen dat we niet graag kijken naar onze eigen rol als consument? Ach, kennis zou het allemaal wel oplossen. Voor elk onderwerp zijn er trouwens experten bij de vleet. Maar niet het verstand heeft het laatste woord. Wel
de mens. Het verstand is niet steeds welkom. Maar oh ja, het ging over sterker maken en een nog beter leven. Ja, het is niet prettig, die opzappingen waarmee wij worstelen. Dan voel je dat wij bevriezen. Dat wij te gemakkelijk denken, ja, zo is dat nu tegenwoordig. Het is allemaal heel complex. Al die thema's zijn nochtans stootplekken die ons uitnodigen te praten, te denken en van daaruit te handelen. En dus moeten we de democratie steunen door te gaan voor het verhaal. Het verhaal dat context moet geven aan waarom je zo handelt, hoe je zo handelt. Het verhaal aan onze jongeren. In onze kliniek voor jongeren leerden we in de voorbije jaren om 12, 13, 14, 15-jarigen naar hun grootouders te sturen. Om de stamboom te tekenen. En om op die stamboom iemand aan te duiden waar de grootouders een verhaal over zouden kunnen vertellen. Over iemand die iets heel moeilijk meegemaakt heeft. Hetgene waar Vlamingen niet makkelijk over praten. Een faillissement, een depressie, een suïcide, een problematische scheiding, een ziekte. Whatever. Ja, niet om de details van het probleem te vertellen. Wel om te vragen, en hoe is die daardoor geraakt? Wat is de kracht in de kwetsbaarheid? Jongeren horen te weinig verhalen dat het leven complex kan zijn en dat het moeilijke er deel van uitmaakt. Dat er ook veel fierheid en kracht zit in de momenten dat men door problemen geraakt. Fier zijn op de verhalen waar je uit voorkomt. Ons deel voelen van het verhaal van generaties is je bewust worden van verbondenheid. Opvoeden is veel meer verhalend geworden. Wij allen moeten klimaatactivisten zijn. Niet alleen voor dat klimaat daar, maar evenzeer voor het samenleefklimaat. Voor de lucht die wij willen ademen. De lucht van verzoening, van mensenrechten, van geweldloosheid. Beseffen en weten dat we mensen zijn met deuken en kreuken. Dat is de echte samenleving. En ja, er zijn zoveel dingen waar we het niet altijd weten. Wat moet je daarop zeggen? Dat moeten jongeren ook van ons horen. Dat ik weet het niet zo'n zinvolle bron van inspiratie is. Zo eervol is om dat te zeggen. Niet goed weten is een leuning, zegt de dichter Szymborska. Het is niet echt een houvast, maar het is toch iets dat mij ook vasthoudt. Niet weten helpt te kiezen. Het helpt ons om te goed weten af te zwakken door de tegengestelde mening te ontmoeten en dat doen we te weinig. Ook hier durf ik wedden dat wij hier een samenkomst hebben van allemaal mensen die zeggen, ja, ik vind dat ook, wat dat er in die verhalen gezegd geweest is. Ik sprak nog 10 dagen geleden op het Festival van de Gelijkheid in Gent. Duizenden mensen. Zalen waar dat 300 mensen samen zitten rond thema's, probleemthema's van deze samenleving. Maar niemand in die zaal die bijvoorbeeld zegt, armoede, dat hebben mensen gewoon aan zichzelf te wijten. Terwijl die mening aanwezig is in onze samenleving. Wij zoeken elkaar te weinig op. Wij moeten dat debat actiever zoeken. Wij moeten ons versterken in het tegendraadse op te zoeken. Niet hard tegen hard, maar als oefening om te ontharden. Dus mijn aanbeveling voor een nog beter leven. In 7 minuten kan ik alleen ons allen oproepen vurige bepleiters te zijn van het complexe en het complexe lief te hebben, het complexe van de democratie te koesteren. Het moet een woord blijven met een toekomstdroom. Verbolgen, verbonden, noem ik het. Verbolgen willen we zijn, ons niet neerleggen bij wat is, maar wel in verbinding onthardend.